Ja. Zo, goedenavond. Alleen voor ons is het nu avond. Hè. Je hoort ook 's middags opeten natuurlijk. Ga je even de Valentijnsmenu uitleggen? Dus hoe dat ik zou starten. Ik zou zien dat ik eerst een potje met lepels klaar heb. Een paar plateautjes voor in de oven te steken. Je kunt dat ook, ja, een ovenschaaltje of zo, dat gaat ook. Dan heb je eerst het brood en boter. Ik zou de boter, voordat je aan de maaltijd, als je hem begint voor te bereiden, zet alles open. Zet alles een beetje bij het gerecht. Kijk eerst en vooral het filmpje uit. Ik zou dan beginnen met de boter al in een potje te doen. En dan kun je die al op tafel zetten, zodat je op kamertemperatuur kan komen. Dat gewoon in het midden op tafel, dat dat straks mooi smeerbaar is als je broodje gaat insteken. Hier ons broodje met onze granen van de boerencompagnie, dus ja, brood op en toe Leuven. Hè. Alle granen zijn gekweekt in Leuven, dus top. Hè. We gaan 8 minuten insteken op 200 graden. Je moet dat op voorhand doen, zodat die een beetje lauw is, maar dat het wel krokant is als je hem gaat eten eigenlijk. Pak je een vuilbak bij je, ik ga dat nu allemaal in een hoekje smijten. Dat is mijn. Ik ga in een hoekje zetten, maar dat je je pottekjes en zo, dat je dat ergens even bijhoudt, zodat je het overzichtelijk houdt. Ja. Dan zou ik al je sausen dat opgewarmd moeten worden, dus de jus van het voorgerecht, zet je klaar in een sauspotje. Potje weg. De saus van het tussengerecht, ook klaar in een sauspotje. Dan de saus van het hoofdgerecht. Die zetten we ook al klaar. Die moet je er wel met een lepel uit halen, want ja, gemaakt van de natuurlijke gelatine in de beenderen natuurlijk. Zorg ervoor dat die erop stijft. Ja. Dan staat dat klaar en moet je daar geen zorgen in maken. Het is altijd gemakkelijk om je potje met lepels te hebben. Hè. Zet je die klaar aan het vuur? De snelheid van je maaltijd kun je natuurlijk zelf beslissen. Hè. Dan hebben we onze kippenchips en onze zure rookje. Dan hebben we onze oester en onze scheermes. De scheermes, daar moet je enkel kruiden op leggen. Dus ik pak de kruiden voor de scheermes. Je kunt dat op voorhand doen ook. Hè. Zet je maar goed klaar dat je zelf ook kunt genieten. Dat je niet te veel al een minuut moet doen. Maar leg dat daar allemaal op. Je steekt dat gewoon in die crème aan de scheermes. Dat is nu een potje voor twee, maar ik ga dat nu op één steken natuurlijk. En dan zet je die gewoon op een bord. Dat blijft zo staan. Je pakt een iets groter bord, dan kun je er, als je met twee bent, of met drie of met vier, dan kun je die op, als je een heel groot bord hebt, kun je er vier naast elkaar zetten. Hè. Of individueel, deze is nu individueel, dan zet je gewoon dat klaar. En je zet je oester gewoon zo. Ja, die kun je er eigenlijk zo op zetten. We hebben daaronder een beetje zout gezet, zodat je die plat kunt zetten, zodat je zelf geen zout in een potje moet doen om te verzorgen of in je hand moet houden, die blijft mooi recht staan. Het kan zijn dat het zout loskomt, maar schep het dan met een paletje eronder uit, zodat je toch we hebben daar eigenlijk een beetje een bord voor gecreëerd voor u, dus probeer dat zo te houden, zodat je daar niet, zodat die niet omvalt en al de sappen van de oester weg zijn. Hè. Dan hebben we de jus van de oester. Dat is appeljus. Dat is ons brood dat bijna klaar is. En dan mag je gewoon een klein beetje op oester doen. Niet te veel, dat is gewoon heel fris. Gewoon een klein lepel. De rest moet je niet wegsmijten, drink dat gewoon.